Op dit moment zijn er tussen de 200.000 en 250.000 statushouders in Nederland, waarvan minder dan 40% een baan heeft. En dat leidt er ook toe dat ze minder snel integreren in de Nederlandse samenleving en natuurlijk gewoon minder gelukkig zijn. We hebben een programma, Drive heet het, en daarmee willen we vluchtelingen die wel een verblijfsvergunning in Nederland hebben, dus statushouders, een baan bieden bij Albert Heijn Online. Die mensen die lopen nu vaak tegen het probleem aan dat ze niet echt een eerste baan kunnen vinden in Nederland. En daarmee dus ook geen werkervaring opdoen, minder snel integreren in de Nederlandse samenleving. En daarbij willen we ze graag helpen door in ieder geval die eerste baan te bieden. Want niet alleen door het contact met collega's kunnen ze de taal oefenen, maar als bezorger bij Albert Heijn kom je ook letterlijk bij de mensen in de keuken thuis om de boodschappen te bezorgen. We willen ze niet alleen een baan als bezorger bieden, maar daarnaast ook opleidingsmogelijkheden, zodat ze echt aan een betere toekomst in Nederland kunnen werken. Ja, we lazen veel in het nieuws over de problemen eigenlijk die veel statushouders ondervinden bij het vinden van een baan. En dat raakte ons. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk bij Albert Heijn als grote organisatie. Hebben we altijd talenten nodig. Dus dat was een mooie link waar wij dachten dat we echt impact konden maken. We hebben heel veel gehad aan de partnershipverkiezing. Met name sessies met experts, waar we echt met mensen die veel kennis hebben op het gebied van statushouders in Nederland en cultuurverschillen. We staan nu allemaal in de operatie van Albert Heijn, dus of in de supermarkt of bij Albert Heijn Online. En dus echt midden in de maatschappij en vandaar de motivatie om iets terug te doen. In maart zijn de eerste gesprekken al gevoerd met statushouders en zijn de eerste mensen ook aangenomen. Dus die gaan zeer binnenkort starten in hun baan als bezorger bij Albert Heijn Online. Stem op team Ahold Delhaize voor de partnershipverkiezing 2019. Wil jij met jouw bedrijf ook een duurzame partnership ontwikkelen? Kijk dan op www.departnershipverkiezing.nl.